ieder geval, het wordt geen vlog. Het wordt weer een afscheidsvideo van weer een begeleider van ons. Waar ik woon. De begeleider waar het nu om gaat is Anne. Ik ken Anne nu bijna 2 jaar. Ik woon hier bijna 2 jaar, dus. En Anne is echt een, ook net als de begeleiding die er nog is, ook een goede begeleider. Altijd in voor, die is altijd in voor een praatje. Ook voor altijd in ook voor iemand op te vrolijken. En ik heb ook een bijnaam van haar gekregen. Die ga ik dus niet zeggen op YouTube. Ik heb ook door Anne en Ilias. Ilias gaat ook weg. Maar ook door Anne heb ik deze certificaat gekregen. Zonder hun had ik het niet, was het me niet gelukt. Ja, door Anne heb ik ook Ilias leren kennen. Ja, al is er ook voor een andere voetbalclub, ik zeg de naam maar niet, dan krijg ik haat. Want wat er al, als het staat op mijn banner ook van YouTube, wat voor club ik ben. Ze heeft me echt gewoon er doorheen gepusht. Ze mag soms ook wel een beetje echt een fanatiekeling zijn in het voetbal. Maar dat is voor mij alleen maar leuk. Een beetje van het, een beetje fanatiek zijn in een sport waar ik van houd van. En ik vind het super jammer dat jij ook gaat vertrekken, Anne. En ik hoop ook van wat je ook gaat doen. Wat je ook gaat doen, dat je daar ook even naar je zin hebt. Zoals je hier ook even naar je zin ook hebt. En je bent net als Ilias, voor mij echt mijn beste maatje. Een hele goede begeleider. Altijd in voor een grapje. Altijd in voor een goed gesprek. En ook van, ja, laat ik het zo zeggen, ik kom met jou echt fijn praten en fijn ook leuke momenten meemaken ook van als ik er minder heb, van dat je me ook opvrolijkt en ook van dat je mij ook feliciteerde met de overwinning van, jawel, Ajax. Al ook dat je voor bijna, voor ik zeg die naam maar bijna, nou ik zeg het wel gewoon, voor Feyenoord ben. Maakt mij helemaal niet uit, je bent en blijft een toppengeleider. En ook, ik geef je ook net als wat ik ook tegen Ilias heb gezegd in de video. Wat ik ook voor Ilias heb gezegd ook in de video. Vergeet ons niet, alsjeblieft. Vergeet ons niet. Vergeet mij niet, vergeet de begeleider ook, je oude collega's niet. Want jij, Anne, geldt voor Ilias, geldt voor ook voor andere begeleiding. Waar ik soms ook een hekel aan heb, maar goed, aan sommigen. Maar daar zegt de naam maar niet van. Nou ja, niet mee goed kan opschieten. Laat ik het netjes omschrijven. Jij blijft altijd op een heel speciaal plekje in mijn hart. Kijk, ik ken soms een klootzak zijn. Ik ken soms ook een beetje boos tegen je zijn. En ik weet niet of dat vaak is gebeurd, maar dat gaat, doet er niet toe. Je bent altijd, voor mij, ook voor anderen, een hele goede begeleider. En ook van een steun voor iedereen. Jammer dat we dat moeten gaan missen. Maar ja.
eens gekomen. Mensen komen en gaan. Maar jongen, always in mijn hart. Je blijft altijd in mijn hart bestaan. Hé, dat ruimt ook nog. Nou, ik ga deze video nu eindigen. Anders wordt het veel te groot, veel te lang en veel te groot. En ook mijn batterij die gaat erbij daarvan dood. Dus, ja. Like, subscribe, share, turn on the notifications. Zet allemaal Quintus Locus woonbegeleiding in de comments. En zet ook gelijk Anne erbij. In de begeleiding, in de comments. En like, follow all our socials. Alle sociale media die in de beschrijving staan. En word lid van de Geukies. Later!